De vorige keer bij Road to Liverpool. Griep. Maar we gaan gewoon lekker... Ja, de vorige keer hebben jullie inderdaad kunnen zien dat er flinke struggles waren in de Vision Rivals. En daar wilde ik graag verandering in gaan brengen. Dus ik heb in de tussentijd mijn redactie aan het werk gezet om op zoek te gaan naar manieren voor mij om toch weer wat beter te worden in dit spel. En dat ging een beetje zo... Is nog maar 17, maar hard op weg om een hele grote voetballer te worden. Heb jij nog bepaalde tips voor mensen die ook FIFA spelen? Die denken van, ja, shit, daar moet jij gaan pletten? Daar moet je op letten, je moet... Gewoon rust houden, je moet niet te wild. Ik heb zelf altijd, FIFA gaat natuurlijk veel sneller dan het echte voetbal. We hebben geen moer aan, slappe gelul. Ja, dat liep helaas dus op niks uit. Of had je toevallig nog wel wat zinnigs toe te voegen, mevrouw? Trek hem zijn broek van zijn kont! Ja, dat is ook wat waard. Wacht, waar zijn we mee bezig trouwens? Hij is nog maar 17. Ik ga me even voorstellen, mijn naam is Albert of Stegeman. Maar mensen, ik denk wel dat ik in de tussentijd de oplossing heb gevonden. Maar dat gaan jullie vandaag nog wel zien. Eerst ging ik even nog op zoek naar een manier om een snelle doekoetje te slaan. Nee, ik heb op dit moment zo'n 48k en dat is gewoon niet zo heel veel. Daar kunnen we geen reet mee. Maar ik zag dat er een kleine dagelijkse SBC was die me een paar duizend coins kost. Waar ik stront uit pek. Maar wanneer ik het verkoop, ik wel op 50k totaal kom. Dus hebben we gewoon 2k winst gemaakt. Echt een hele goede doekoetje dit. Maar ik ben dankbaar als we uit elk klein SBC'tje 2k winst maken. Dan gaan we de goede kant op toch. Stel, we kunnen uit dat volgende kleine pakketje ook 2k winst maken. Ben ik een tevreden man. Maar we krijgen zowaar. Onze dankbaarheid wordt beloond. Een walkout. Een Spanjaard. En zoals jullie weten heeft Liverpool geen Spaanse walkouts. We krijgen gewoon de beste Spaanse gouden walkout die je kan krijgen. Sergio Ramos. En de beste man verkocht voor zo'n 50k op dat moment. En daarmee spring ik naar een totaal van 96k. En toen... werd ik overmoedig. Ik ging namelijk de laatste Advanced SBC doen. Die ene die eigenlijk altijd kut is. En ik kan een lang verhaal gaan ophangen hiervan hoe ik dat heb gedaan. Maar dat ga ik lekker niet doen. Ik maak 11k verlies hierop. En dat is gewoon kut als we heel even eerlijk zijn. Het enige hoogtepuntje uit deze hele Advanced SBC was dit. Hahaha, Douglas, wat een meme. Kijk hem kijken dan. Ik dacht dat hij voor Go Ahead Eagles speelde een tijdje. Of heeft hij daar nooit alleen getraind ofzo? Ik weet het niet. Kantelt je hele moeder, jongen, als je niet oppast. Douglas, die... Ik vind vast niet rode kaart. Al met al is uit de middag je SBC'en van 48 naar 85k springen helemaal prima. Maar als we kijken naar de kaart, we zitten inderdaad op het punt dat we daarvan al niet meer kunnen upgraden. De spelers beginnen gewoon duur te worden. Alleen de grote jongens moeten nog gekocht worden. En dat is meestal het punt waarop ik dan stop ineens met uploaden van de serie. Maar deze keer gaat dat niet gebeuren. En als jullie heel lief zijn mensen, komt ooit aflevering 6 van Road to City ook nog online. Ooit. Maar ja, goed. We kunnen dus op dit moment even nog niks kopen. Ik vind het wel een goed idee om even het tempo wat omhoog te gooien. Dus bij deze allereerste 8 Eikenswap tokens zijn gehaald. Super fijn. Door veel matchbonus van al die potjes. En na een volledige opruiming van de club. En tussentijdse basis SBC packs die er ook nog waren. Dat is echt goed. Kom ik op een totaal van 116k. En 116k is natuurlijk in principe ook niet genoeg om een nieuwe speler te kopen. Om de kaart verder te vullen. Maar ik kan natuurlijk nog steeds wel gewoon upgrades kopen. In de vorm van Jota met zijn Team of the Group States kaartje. Deze kaart staat oprecht bekend als een cheap beast gewoon. En dus ben ik heel blij dat we hem voor een luttele 70k, nog niet eens 70k aan ons teampje kunnen toevoegen. En het maakt de kaart ook nog eens wat kleurrijker zo te zien. Helaas moet daarom wel een leuke speler Shaqiri het team verlaten. En is dit nu het team wat staat. Maar voordat we gaan beginnen aan het spelen in de Vision Rivals, nog even een untrade op een pakketje tussendoor. Ze blijven maar komen met deze week een walkout in vorm. Een Uruguayan van Atleti. En het is gewoon Luis Suarez. En dat is dan wel weer leuk. Omdat dat natuurlijk een beetje een Liverpool legend is. En daarom besloot ik deze man ook gewoon op de bank te zetten. Wellicht kan hij ooit nog invallen en wat laten zien voor ons. Gewoon voor de meme maken we even een uitzondering op de regels dat hij wel mag spelen. Het is nou niet dat we een ontzettend ongelofelijke metakaart te pakken hebben waarmee we gaan spelen. Hè? Suarez, nooit zit op de bank. Maar je zag het gelijk, jongen. Die Jota brengt nieuw elan aan het team. Scoort net die goaltjes. Die andere aanvallers hier en daar laten liggen die kansen. En tegenstanders gaan dat natuurlijk snel genoeg merken. En die frustratie die neemt met het potje toe. Eerst was het nog een beetje onschuldig, weet je wel. Naar dit wereldchipje. Even vasthouden. Even etteren, weet je wel. Laat nou los. Maar op een gegeven moment werd hij gewoon bij elke dribbel compleet geslacht door de verdediging. En dan moet je toch weer even andere maniertjes vinden om te scoren. Zoals de vertrouwde R1 voorzet. Kwaliteit zoals u van ons gewend bent. En eigenlijk bijna altijd is het Minamino die assist dan verzorgt. Jochie.
Je mag zelf ook wel eens een keertje scoren, hè? Jezelf belonen met een goaltje. Je mag zelf ook wel eens degene zijn die een panklare assist van Mané krijgt, waardoor jij ook een keertje een goaltje mee kan prikken en op dat scorebord terecht komt. Hey, buurman, wat een verrassing. Oh, nee, toch. Soms gaat er eens iets fout. Dan heb je een probleem. Maar dat lost je mij dan simpel op. Ik kom er... Ho. Hukking. Daar gaat hij. Oh, nee. Kijk nou wat je doet. Ja, kun je het dan nog redden in zo'n wedstrijd wanneer je dan 4-3 achterkomt laat in de pot? Nou, ja, zeker, want daar is hij dan. Super subje Luis Suarez. Dit is oprecht de eerste keer dat ik hem erin gooide en meteen is het raak. Hoeveel staat het? 4-4. 4-4? Ja, 4-4. Jongen, jongen. Ja, ongelofelijk, hè? Het had voor hetzelfde geld 12-2 kunnen zijn. Ja, met jullie achterin en zonder Suarez voorin had dat zomaar gekund ineens, ja? Goed, al met al kan ik jullie mededelen dat ik het weer heb verneukt. Het leek wel oké te gaan in die compilatie, maar 1541 skill rating. Heb wel weer rang 1 gehaald, maar dit was gewoon weer echt helemaal niks. Maar ja, in ieder geval wel weer gewoon lekkere rang 1 rewards. En daarmee ontstaat er natuurlijk weer die moeilijke... Nee, want ik kies voor de pakketjes. Ja, ik maak geen grap. Echt waar, ik kies voor deze pakketjes. Ik wilde gewoon even het gokje wagen. Ik was dom en overmoedig en jong en je wil wat. Ik ben niet jong, maar ik ben een vieze boomer. Ik ben toch wel heel benieuwd op hoeveel we uit gaan komen naar deze packs. Onze hoeveelheid coins is nu 62k. En dat betekent dat we op 132k hadden uitgekomen als we voor die 70k cash hadden gekozen. Laten we gaan kijken hoe ver we gaan komen met deze fantastische lootboxen. Pack 1, begin zonder walkout. Wel een borders. Speler. Het is een Engelsman die graag links op het middenveld speelt. En wederom pakken we gewoon Rashford. Untradable. Voor de tweede week op rij. Dit was namelijk nog geen pakket uit mijn rewards. Maar een untradable pack dat nog stond. Dus kunnen we bij deze een speler van 100k discarden voor saus. Nou, het echte eerste pakketje is een bordenspeler. Het is een Bosniër. Niet het beste land om te zien. Maar we krijgen wel zowaar Pjanic. En dat is natuurlijk helemaal lekker. Een 85 is gewoon 12.000 munten waard. Het pakketje daarna, wat dan soort van het betere pakketje zou moeten zijn, is niet heel veel soeps. Hoe is trouwens deze Alonso nog 81 rated? Hoe kan dat nou? Hij scoorde trouwens laatst wel een zieke vrije trap. Dan moet ik hem wel nageven. Heb je die al gecheckt? Vrij. Mooie plek. Mooie plek. Mooie plek. Wacht, wat? Dit is de verkeerde Alonso. Ik haal ze toch niet door de war? Deze Alonso is wel diegene met die auto. Die autootje reed en met dat... Dat is mijn nul en... Ik snap er niks meer van. Uit het laatste pakketje flapt zowaar nog een discard in vorm testroute. Met daaronder nog een 85 Lukaku. En oprecht, ik zweer het je, uit deze pakketjes is dit gewoon echt redelijke packluck. En daarom komen we uit op een totaal van 123k. Dat betekent dat we maar 9k zijn misgelopen door dom te zijn en die pakketjes te kiezen. En dat valt oprecht nog wel te overzien. Helaas hebben we deze packs wel kostbare zendtijd in beslag genomen. Dat is wel gewoon zonde eigenlijk. Aan de andere kant, anders had ik nooit de aanleiding gehad om die geniale grap met Alonso te... Alhoewel, net of dat de grappen en memes bij mij enige vorm van aanleiding nodig hebben. Dus Dick doet het gewoon goed. Je ziet dat Sensini en Geertruida... Als ik... Goed, met die 123k ga ik nog wel even de marquee matchups doen. En mijn club is ondertussen zo stacked met spelers dat ik letterlijk deze hele marquee matchups kan doen voor 5k. I kid you not. En omdat het eerste pakketje, hoe slecht die dan ook mag zijn, al 10k oplevert, is vanaf nu dus echt gewoon alles wat we pakken is gewoon pure winst wat je pakt. En die winst gaat nog aardig oplopen ook als je in het laatste pakketje een discard in voor Mina pack. Met daaronder niemand minder dan Anthony Martial. Die nog voor 20k verkocht op dat punt. En dan kom je dus gewoon rustig op een totaal van 182k. En zo gaat het wel weer hard. Dat is een mooi aantal coins. En wanneer ik mijn Jota zou verkopen, is er zelfs ruimte om te upgraden naar een van de laatste twee grote Liverpool jongens. Salah of Van Dijk. Maar ik dacht, laat ik er meteen nog even een weekje de Vision Rivals achteraan gooien. Om even maximaal te cashen deze aflevering. Waarom ook niet? Gewoon lekker met frisse zin weer een nieuwe week in. Want we gaan dit keer wel Maar hoe kan dit nou? Die PS5 gameplay kan toch zo raar zijn? Ik heb dit nog niet eens laten zien. Dit is een penalty die ik tegenkrijg. Sinds wanneer heeft Alisson blond haar? Ik heb het nog gegoogeld. Toen ik Alisson blond googelde, kreeg ik hele rare shit. Dat wil je niet eens zien. Ten tweede, die bal gaat letterlijk door zijn pik heen. Ja, ik weet heus wel dat je alsnog Alisson blond gegoogeld hebt hoor in de tussentijd.
Goed, Matty, hou je kop erbij. Laat je niet opfokken door het spel. Focus! Ik heb het al vaker gezegd in deze serie, maar kan het op dit moment nog erger? Ja toch, er komt nu toch iets wat dan nog erger... Oh jee, daar hebben we de buurman. Nee, nog een duwtje. Wat doe je nou, man? Wat? Dat moet je met beleid doen. Met beleid? Ja, zo doe je dat. Oh, auw. Nou, ik zie het, buur. Hé, hoe kan dat nou? Oké. Hier was ik er echt even helemaal klaar mee. En uiteindelijk maak ik een drastische besluit, mensen. Ja. Zoals je ziet, ik denk dat ik niet echt een andere keuze had en ik moest dit wel gewoon doen. Zoals je ziet inderdaad. En ik denk oprecht dat er wel een paar hele oplettende kijkers zijn die op dit moment wel doorhebben wat er veranderd is in de tussentijd. Maar ja, ik speel dus weer op de PS4. Ik ga vanaf nu deze serie gewoon lekker afmaken op PS4, omdat volgens mij de tegenstanders hier gewoon een stuk slechter op zijn. En ik ga jullie laten zien waarom ik dat nu zeg. Ten eerste, omdat zelfs Firmino ineens in positieve zin kan gaan opvallen. Ik heb hem vandaag nog niet echt voorbij zien komen, Hero, maar ineens scoort hij gewoon een hattrick. Firmino scoort een hattrick. Mensen worden ineens zomaar kapot gesloopt door deze gozer. Kijk hem gaan, jongen. Wat een loei. Ten tweede, het is Alberto. Als je het niet begrijpt, dat mop je eigenlijk niet. Ten tweede, omdat R1 voorzetjes nog veel beter zijn op de PS4 of zo. Dit potje ook. Minamino, 1 R1 voorzetje. 2 R1 voorzetje. Babam, 3 R1 voorzetje. En die wedstrijd wordt gewonnen. Potje daarna. R1 voorzetje. Goal. Hoppakee. R1 voorzetje. Nog een goal. Ja, ik kan hier oprecht letterlijk een hele video mee vullen. Maar daar ga ik jullie verder niet mee vervelen. Maar die Minamino, wat bezorgt hij zo op een presenteerblaadje, jongen, hier op de PS4. Weet je wie trouwens ook dingen bezorgt tegenwoordig? Milo. Die werkt bij PostNL of zo tegenwoordig. Laten we even eerlijk zijn. Dit is toch gewoon Milo. Hij wil maar één ding. Over contextloze memes gesproken. Ten derde. Wacht eens even. Kijk eens hoe dat gaat. Ja, 1, 2. Hey, buur. Hey. Dat gaat goed, hè? Hey, buurman. Hoor die gasten is helemaal uit hun plaat gaan bij zo'n kutgoal. Moet je nagaan als één van de twee een mooie goal scoort. Dan komen ze gewoon klaar, joh. Kijk nou, hele nette broek. Oh, het hangt helemaal aan het plafond. Lang verhaal kort, mensen. In the end zijn we terug in divisie 2 met een 1722 skill rating. Dat zeg ik inderdaad goed. En ik voel gewoon dat die divisie 1 weer haalbaar is. Het lek is hiermee boven. En PS5 gameplay is toch kut. Voor het gemak kiezen we deze week wel weer gewoon die 70k cash. En dan zitten we ineens zomaar op een totaal van 270k coins. En dat is ongekend lekker. En dat betekent dat we nu echt gewoon een goede speler zouden kunnen gaan kopen. Maar dat is nog niet eens al het goede nieuws van dit verhaal. Want we zitten nu officieel terug in het heden. Als in... De gameplay zal vanaf nu, als het goed is, niet meer uit de prehistorie komen. Dat lijkt me een uitstekend moment om de video mee af te sluiten. Mensen, abonneer je nu. Ik weet jullie kijken en zijn nog niet geabonneerd bij 730.000 subs. Volgende week zondag nieuwe aflevering online. Doei!